Hallo, op 2015, Ineke Moek heeft een stripverhaal geschreven over slaafse handel in Suriname. De strip vertelt de verdrietige Nederlandse geschiedenis van de perspectief van een kind. En zijn naam was Kako. Een Nederlands les, mijn klas heeft deze emotionele strip gelezen. Deze strip gaat over een kind van Afrika die is ontvoerd bij de Nederlandse mensen en moet gaan naar Suriname om... Te werken voor een massara. Tussenin, Coco heeft de broer Kwabena verloren. En hij kan hem niet vinden. De strip eindigt wanneer Coco vrijheid krijgt. Mijn mening is dat de strip is wel informatief is en vertelt hoe slavernij was. als. Mijn stelling dat ik wil overtuigen is dat alle scholen moeten in Nederlands les Coco of een slavernijboek lezen. Ik heb drie argumenten voor mijn stelling. Mijn eerste argument is dat als je leest kokkel op school, dan weet je meer over de Nederlandse geschiedenis en wanneer slavernij bestond. Op deze manier je kan je meer achtergrond hebben over de Nederlandse geschiedenis. Ik denk dit omdat als je woont in Nederland, dan het is het meer handig als je leest over de Nederlandse geschiedenis, anders dan de geschiedenis van een ander land. Mijn tweede punt is dat. Het is belangrijk voor iedereen te weten dat slavernij bestond en wanneer het bestond. Ook de perspectief van een slaaf. Mijn derde punt is dat een strip zoals Kako is een strip voor de zwarte mensen van onze tijd om hen te troosten voor de geweld waarmee hun voorouders moeten doorgaan. Een tegenargument argument misschien kan zijn dat sommige mensen kan emotioneel zijn wanneer ze leest de boek of strip. Dit is omdat sommige dingen zoals brandmerking kan heel, kan heel gevoelig zijn voor sommige mensen. Kortom, om een strip of boekje over slavernij te lezen heeft veel voordelen. Daarom mijn conclusie is dat alle scholen in Nederland in Nederlandse klas... Moeten een strip of boekje over slavernij lezen? Dankjewel.